Goedendag allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Met de nieuwe video bedoelen we natuurlijk de Trainsun World 5 lancering. Trainsun World 5 is nu beschikbaar als Early Access op in ieder geval de consoles. Steam die zal waarschijnlijk iets later vandaag komen nog. Maar heb je dus de Early Access, dat betekent 5 dagen eerder toegang dan de rest, want de game komt zelf uit op de 17e. Nou, wat ik eigenlijk met jullie even wil doen, is je hebben de meeste van jullie hebben natuurlijk de FAQ als het goed is al gelezen, of in ieder geval deels doorgenomen. Er zijn ook veel andere content creators die al die alle artikelen 100% doornemen. Dus die zullen jullie waarschijnlijk ook een keer hebben gezien. En alles heb ik doorgenomen. Ik wil een klein beetje een korte introductie proberen kort te houden. Om nog even de FAQ een beetje door te lopen op dit moment. Vervolgens gaan we even kijken hoe de game eruit ziet. Want zoals je hoort, hij draait al op de achtergrond. Hij staat al klaar voor jullie. Maar ik ga zo meteen dus daar even naar kijken. En dan vervolgens gaan we elke route, elke nieuw onderdeel gaan we even bekijken. Wat in ieder geval meekomt met de route. Of met de game, zeg maar. Niet wat met de Standard Edition meekomt. Hè. De Deluxe. Of nee, ook de Deluxe Edition. Want daar komen er 2 nieuwe treinen bij. Maar goed, dat zien we zo. In ieder geval, eerst deze informatie die nu volgt is alleen geldig voor de eerste maand na release. Oftewel, je moet nog heel even wachten daarmee. Maar in ieder geval, Trainsun World 5, de gratis starter pack. Gratis starter pack is in principe voor iedereen. Dus niet alleen voor upgrades, zeg maar. Maar je kunt in principe kun je gewoon Trainsun World 5 kun je gewoon claimen. Dat is in ieder geval wat tegen ons is gezegd. Je kunt gewoon gaan claimen. Maar je hebt er eigenlijk, als je geen eerdere Trainsun World hebt eigenlijk, heb je er niet heel erg veel aan, aangezien je alleen maar de trainingscentrum hebt, zeg maar. Maar goed, het is een begin. Je kunt vanaf daar altijd opbouwen. Nou, dat is in ieder geval de eerste maand, dus daarvoor get on board with Trainsun World 5 for free. En dan tot en met oktober 17e oktober. Nou, er zit in ieder geval in de FAQ. Die heb ik even gelinkt ook in de tekst hieronder. Dus die kun je gewoon even rustig doornemen wanneer je wil. Daar zit een heleboel informatie in. Nou, wat is dit in ieder geval? Wat is Trainsun World 5? Trainsun World 5, ja, je hebt een heleboel tekst. Maar eigenlijk is Trainsun World 5 gewoon een nieuwe core versie van Trainsun World 4 en eerder. Met natuurlijk nieuwe routes, nieuwe treinen. Zoals eigenlijk elk jaar het geval is met een nieuw pack van voor Train Simulator Classic bijvoorbeeld, heb je natuurlijk een nieuw pack en daar zitten nieuwe, nou niet altijd nieuwe routes in, maar in ieder geval een refresh. In dit geval zijn het allemaal nieuwe routes en treinen die in de Standard en de Deluxe Edition meekomen. De Special Edition heeft nog wat oudere routes erbij zitten. Nou, in ieder geval, wanneer wordt het gereleased? Zoals ik al zei, op dit moment vandaag is op de consoles is alvast begonnen de Early Access. De Early Access vanavond op de 12e, dus eigenlijk vanavond over een paar uurtjes zou die beschikbaar zijn. In ieder geval op de Xbox, de PlayStation, Steam en Epic en natuurlijk ook de Microsoft Store. Maar die wordt hier niet genoemd, maar valt een beetje onder de Xbox, ook al is het niet gedeeld. 17 september, zoals je ziet, vanaf 4 uur British Standard Time voor de consoles. En 6 uur, dus 2 uur later, op natuurlijk de release date voor de Steam en Epic. Nou, wat zit er in ieder geval in Trainsun World 5? Game Mode Training Center is upgraded. Nieuwe tutorials, locals en information hub, die gaan we zo bekijken. Conduct mode kun je de kaartjes controleren. Ja, eigenlijk de bagage zorgen dat niet in de gangpad is, zeg maar. Conduct mode is trouwens alleen maar beschikbaar op een selectieve aantal treinen op nieuwe routes.
beschikbaar. Ze weten nog niet of ze zullen backporten, dus dat is nog even afwachten. Nou, in ieder geval scenario's, timetables, journey mode, free roam, die kennen we ook al, dus dat is eigenlijk hetzelfde. Nou, een bijgewerkte fotomode, dus dan kun je een beetje wat, ja, als je Euro Truck en een Merk Truck Simulator kent, zeg maar, kun je in ieder geval ook de weer en de tijd van de dag aanpassen. Nou, Live Designer Scenario Plan of meeste designers zijn niet veranderd. De Creator Club is ook niet veranderd. Nou, in ieder geval nieuw in de features is een Fast Travel Mode. Instant Travel Within the Same Route. Dus je kunt tussen stations kun je gewoon aanklikken en boom. En je gaat zo naar het andere station. Route Hopping, dat is nieuw. Dus tussen twee verschillende routes liggen iets verderop is een schema beschikbaar met welke routes kunnen route hoppen. Ze moeten wel dezelfde punten hebben. Daar kun je van de een naar de andere route overspringen. Bijvoorbeeld van de Sand, de nieuwe Sandburnadino Line, kun je bijvoorbeeld naar de Cajon Pass kun je overspringen. Of eigenlijk kun je van de Cajon Pass naar de San Bernardino Line. Dus je kunt van Barstow naar San Bernardino, San Bernardino. Dan van San Bernardino naar LA Union en LA Union Line Lancaster op de Antelope Valley Line. Live map. Ja, meer user-friendly, nieuwe icoontjes en service information. Op zich is de live map, hier staat er niet bij, maar labels, als je ver genoeg inzoomt, hebben we labels tegenwoordig. Dus dat is alleen maar mooi. Nou, digital display screens, nou, dan kun je dus eigenlijk klikken op een, kun je eigenlijk klikken op het venster en je zoomt in. Dus dan kun je ook heen en weer gaan zonder dat je elke keer met de toetsenbord knop bijvoorbeeld links of rechts of je moet inzoomen. Nou, nieuwe achievements. Achievements moet ik nog even bekijken. Ik heb natuurlijk, omdat ik mijn profiel heb geïmport, dan krijg je een heleboel achievements in één keer. Maar de achievements zijn overhauled. Nou, de Advanced PC Editor in beta. Nou, dat is dus eigenlijk volgens mij niet veranderd. Dat is nog steeds hetzelfde. Timetable layer control. Daar moet ik nog even kijken. Die heb ik trouwens nog niet heel erg gezien. Dus die moet ik nog even uitzoeken. Improved track shadow draw distance. Nou, dat zie je zo meteen. Dat geldt alleen maar voor nieuwe routes. De rail driver desktop controller support. Nou, dat was er al. Het is volgens mij nog steeds een beetje in beta. Dan weer niet in beta, dan wel weer in beta. Dynamic weather. Nou, dat was het al. Mastery challenge en routas. Nou, dat is eigenlijk niet te anders. Welke bundels zijn beschikbaar? De Free Starter Pack, dat is dus zoals ik al zei. De gratis core upgrade die je kunt claimen is alleen het training center. Dan heb je de Standard Edition. Dan krijg je de Amerikaanse route, de San Bernardino Line. De Engelse route, de West Coast Main Line, London, Houston naar Milton Keynes. En mocht je Formule 1 fan zijn, Milton Keynes is natuurlijk een belangrijke plek. Dan de Standard Edition krijg je ook nog de Duitse route, de Frankfurt Fulda route. De Deluxe Edition krijg je de Flixtrain, de 193 Vectron in eigen Flixtrain livery mee met wagons. De Avanti West Coast Class 390 Pendolino. En de Cajon Pass, die komt er ook mee met de Deluxe Edition. Dus dan kan je een beetje de route hopping ook een beetje meer doen. Zoals ik al zei. Dan heb je de Special Edition. Mocht jij dus de volgende routes nog niet beschikken. Over beschikken zeg maar. Daar heb je dus de Bakerloo Line. Die komt al. Ja, die staat niet in de basisversie. Maar die kwam later een keer uit. De Kassel-Würzburg route is natuurlijk van Trainsville 3. Nu naar Trenton. London Overground. Die recentelijk is uitgekomen. Ook een aanrader eigenlijk een beetje. En de baanstrekken Bremen. Oldenburg. Nou, hier zie je de prijzen. Voor ons is de middelste voor toepassing €45. Voor in principe eigenlijk de Standard Edition met drie routes. De routes die zijn wat duurder geworden. Volgens mij zijn ze nu €36 per stuk. Dus je hebt niet eigenlijk voor €45, ja, heb je eigenlijk één route en een beetje. Dus eigenlijk heb je sowieso één hele route voordeel. De Lux Edition is €75. Dat is dus €30 nog erbovenop. Dat is eigenlijk bijna twee routes. En dan krijg je er nog vier bij. Dan krijg je er nog twee bij. En je krijgt twee locomotieven erbij. Hun noemen locomotives, maar wij noemen multiple units. Oftewel gewoon een treinstel. En een locomotief met wagons. Special Edition €120. Met dus inderdaad deze inhoud die meekomt.
Nou, je hebt ook nog regional bundles. Mocht je in alleen interesse hebben in Amerika, kun je kiezen voor de Training Center en de San Bernardino Line. Dus twee routes. De UK krijg je de West Coast Main Line natuurlijk en de Duitse krijg je de Frankfurt Fuda. Nou, zoals je ziet, dit zijn alle content. Dit is de San Bernardino Line van Los Angeles naar San Bernardino. Dan krijg jij de F-125 en de MP-36. Mee is de 57 mijl route van LA Union Station naar downtown San Bernardino. 16 stations. De MP-36 en de F-125 in Metrolink livery. De Bombardier bi-level trailer cars. Inclusief de omgebouwde stuurstand, maar die mag niet meer rijden. Dus die zit in de treinformatie. De Rotem commuter trailers en capcar livery. Dus je hebt altijd een Rotem capcar, dan een Rotem commuter trailer. Zoals je hier op het plaatje helemaal achterin ziet, deze. Dan heb je hier drie Bombardiers. Dus de in de midden kunnen Bombardiers of capcar of Rotem bi-level cars of Rotem cars zijn. Route hopping, additional freight layers als je Cajon Pass natuurlijk hebt. En belangrijk notitie, AT&T consoles, de PlayStation 4 en de Xbox One. Mocht je trouwens deze twee consoles nog hebben. Ja, ik zou bijna zeggen, deze zijn nog vrij oud. Ik weet dat de game draait op zich volgens mij nog wel behoorlijk goed. Maar je hebt niet alle advantage met alle AI. Dus de kans zijn dat het wat stiller is. Dus misschien mocht je een keer een nieuwe PlayStation... PlayStation 5 is ondertussen ook alweer wat 3-4 jaar oud. En de Xbox One Series S en X. Dus misschien dat er ook wel nieuwe binnenkort uitkomen. Geen idee. West Coast Main Line is 50 mijl route, 28 stations. Dan krijg je de BA350 in Northwestern livery. Volgens mij... Ja, de Noordwesten noemt niet de Noordwesten livery volgens mij tegenwoordig meer. Omdat de license er van af is. Dus het is, het is een beetje groen-grijs. Dan de 377-2 in Southern livery, zoals je hier ziet aan de linkerkant. De 172 Tube Stock in London Underground livery. Een Class 66 van DB Cargo. Nou, route hopping is beschikbaar tussen de West Coast Main Line en de Bakerloo. Extra inhoud voor de Avantieve West Coast 390. En mocht jij de Suffragette Line hebben van de London Underground, heb je wat extra layers voor de 710. Frankfurt Fulda King Sichtalbaan. Ik ben zo slecht in die namen. Dat is de Duitse route, 103 kilometer in totaal van Frankfurt Main Hauptbahnhof naar Fulda. De 411 ICE-T, een tilting ICE. De 114 krijg je mee, de 146.2 dubbelstok coaches zoals we gewend zijn. En mocht jij de Deluxe, Deluxe Edition hebben, de 193... Nee, die komt standaard mee blijkbaar. De 193 Vectrol. In DB Red Livery, wat voor goddetjes, route hopping natuurlijk beschikbaar. En de Flex Train add-on is de voor de Deluxe Edition. Nou, dit is de Flex Train. Dus dit is de Flex Train. De trein en de wagons. En van die West Coast, zoals je gewend bent, de 390. Heb je recentelijk mijn stream gezien? Heb ik deze ook recentelijk nog gedaan in Train Simulator Classic. Nou, de Free Starter Pack. Zoals je ziet dus inderdaad van de eerste Train Simulator van... Voor dat je hem nog nooit hebt. Of van Train Simulator 4 of Train Simulator 3, 2 of een eerdere versie. Omdat je de DLC niet... Omdat je bijvoorbeeld de game niet heel erg meer leuk vond of zo. Of niet meer aantrok en wat anders ging doen. En misschien word je weer wat terug in de game met deze gratis upgrade. Nou, je krijgt in ieder geval zeg maar natuurlijk... Je krijgt ook een... als je de free bundle hebt, dan krijg je volgens mij deze...
informatie, zeg maar, krijg je pop-up. Natuurlijk krijgen wij deze niet hier. Nou, welke features zijn niet beschikbaar? Je hebt geen scenario's, geen timetables. Natuurlijk, omdat je die niet hebt. Ja, je hebt wel journey mode, je hebt livery designer, dat alles heb je. Eigenlijk heb je alles behalve waar je dus een route voor nodig hebt. Nou, PlayStation 4, 5, Xbox One Series S en X, Epic, Steam en de Xbox en de Microsoft Store op de PC. De prijzen hebben we zo net al besproken. De regional prijzen zijn €40. Dus voor €10 meer heb je de Standard Edition. Ik zou inderdaad... Ik vind dit een hele slechte keuze, mocht jij hiervoor kiezen. Maar goed, het is een persoonlijke keuze als jij alleen maar één Duitse route wil met een trein. Of met het trainingcenter. Nou, pre-order zijn allemaal gelinkt. Nou, de benefits, nou, dat heeft eigenlijk vrij weinig zin eigenlijk. Ja, je hebt 2 decals pack en zo en dat soort zaken, maar dat is eigenlijk niet zo heel veel waard. Nou, je kunt in ieder geval PS4 kun je alsnog hebben, wat early access in ieder geval, zoals ik al zei. Op Steam vanaf 6 uur. BST, dus voor onze tijd is dat 7 uur. Er zit 1 uur verschil in BST. Nou, hier is de live map. Dus hier zie je AI services. Signen kun je hier natuurlijk zien. Of wat de next, wat de volgende service is van die specifieke trein. Nou, conductor mode. De conductor mode. Heb je dus inderdaad op de 125 Metrolink, de MP36 en de Road and Buy Level Cars. Je hebt hem ook op de West Coast Mainline alleen op de 350. En op de Fulda heb je de Hyundai 114 met de cab car natuurlijk, de stuurstand en de 146. Nou, hoe ziet het eruit? Dus als jij je pakt een ticket van iemand. En dan kun je hier zien, dan off-peak return, volgens mij wordt daar niet veel mee gedaan. Maar je kunt hier zien, 19 augustus, klopt de datum, vandaag de datum, ja, datum klopt. We gaan van Milton Keynes Central naar Leighton Buzzard. Nou, we zijn dus begonnen in Milton Keynes Central hier en we gaan naar Leighton Buzzard. Leighton Buzzard is hier. Dus hier is perfect, thank you. Dus... En je hebt natuurlijk de isn't valid on this train, maar er gebeurt verder niks mee. Dus, maar goed, een beetje die naar de fotomode kun je hier zien. Fast travel, dus inderdaad zeg maar. Op de live map en de location to be teleported there. Dat zijn die icoontjes zeg maar die je kunt hebben. En dan kun je dus naar elke shift F krijg je fast travel. Een roothopping, dat is dus inderdaad zeg maar, mocht jij een roothopping hebben. Bijvoorbeeld de current station. Zie je bijvoorbeeld, zie je hier de Great St. Pancras International, kun je naar Londen Paddington, St. Pancras of de Londen Victoria gaan. Zoals je ziet, Great Western Express. Als je in Paddington bent, kun je kiezen voor de Bakerloo Line. En Pass Launch Improvement is nog niet nu beschikbaar, maar een patch. Dan kun je naar station Paddington. Maar je kunt ook naar de Southeast in High Speed. Of de West Coast Mainline South naar Houston. Of London Commuter op Victoria. De route East Coast Way in Brighton kun je overspringen naar London Commuter in Brighton. En ga zo maar door. Dus je kunt hier route hopping. Je hebt die ook op US stations en andere European content. Bijvoorbeeld hier Roersiek Noordhagen kun jij springen naar Rijnroer-Ostenhagen. Maar Spessebaan naar de Maintelbaan. Dresden-Ries naar Dresden-Chemnitz. Nou, hier heb je nog wat digital displays. Nou, je kunt layers dus aan of uitzetten.
Dus bijvoorbeeld, wil je bijvoorbeeld een bepaalde trein niet zien, kun je hem uitvinken. Dat betekent dat hij ook niet beschikt, of in ieder geval niet als AI beschikbaar komt. Je hebt soms wel eens een keer routes dat je denkt zo van, ik heb eigenlijk geen zin, ik heb die 146, ik heb die zo vaak gezien. Kun je gewoon uitzetten. Nou, de shadow tracks, dus het verschil, zeg maar, dus hier zoals je ziet, en dan hier is in één keer de schaduw in één keer weg. En hier is de schaduw er wel, is een soort fake schaduw, wat hiermee gebruikt wordt, dat hebben ze ook toegegeven. Maar dan heb je dus op diverse routes, deze routes hier. Nou, je kunt hier nog wel zien wat je dus hebt. Een vierde generatie Intel Core i5 met een 750 Ti kan op low spelen. Nou, laten we zo zeggen, probeer in ieder geval 1080p of zo. Probeer deze te hebben of zo. Maar goed, een beetje combinatie van een goede videokaart en een iets mindere processor werkt op zich nog steeds goed. Nou, en nog wat extra informatie boven compatible content en de upgrades. En mocht je dus meer willen weten, dan kun je hier in ieder geval dit in ieder geval zien. Maar goed, laten wij beginnen. De informatieronde is compleet. Laten wij maar even gaan kijken naar de game. Welkom in de game. Tracerworld 5. Pressing the key to continue. Dit scherm die zie ik constant op dit moment, omdat ik op een preview-branche zit, zeg maar. Dan kan ik met mijn huidige Dovetail Live account niet inloggen. Maar mochten jullie de eentje hebben, log in, dan kun je in ieder geval meedoen met de Mastery. Voor nu skip ik het en doe ik elke keer op laten starten. En anders dan elke keer, anders dan ook elke keer zo van, oh ja, ik kan via settings ook inloggen. Nou, welkom. Dit is het hoofdmenu. Je hebt in het hoofdmenu kun je kiezen, ik wil gelijk naar de treinen gaan. Dit is trouwens wel op basis van als jij een profiel al hebt geïmporteerd. De eerste keer dat je de game opstart, wordt je gevraagd om een profiel te importeren. Mocht je al een profiel hebben van een eerdere game, worden ze allemaal weergegeven en je kunt importeren welke je wil. En dan begin je vanaf daar, bouw je langzaam je inhoud op. En dan kun je verder, eigenlijk zeg maar, met waar je mee bezig was. Je kunt hem ook maar één keer importeren volgens mij, daarna niet meer. Ja, het kan wel zijn dat je volgens mij Tracerworld 5 de mapje delete en dat hij weer opnieuw gaat vragen. Dat kan. Maar, nou, dit is de extra. In ieder geval, ik heb geavanceerd omdat ik de game natuurlijk al veel heb gedaan. Maar ik zou hem ook in principe ook aanraden om gelijk op geavanceerd te zetten. Ja, wat op zich de starten. Als je een klein beetje een training, een klein beetje de game gewend bent geweest, dan weer beter op geavanceerd al zetten. Je hebt hier to the trains. Dus kun je naar je collectie. Je kunt naar de training center. Je kunt bijvoorbeeld in de store kun je wat extra DLC aanschaffen. In je store op de Xbox store, de PlayStation store, de Steam store. Waar je me ook hebt. De Creators Club. Nou, Creators Club kunnen we even snel in kijken. Daar is nog niet veel aan de hand. Dezelfde knoppen eigenlijk. Nou, dit is meer reclameknop voor de editie. Hier heb je alle collectie. Ja, ik heb alle content al van deze game. Dus, nou, dan gaan we eerst even, voordat we naar de trainingscenter gaan, gaan we even naar het tapje My Profile. Dan heb je een extra profieltapje. Dan kun je kiezen. Hier kun je ook een, als je nog een profiel hebt, kun je hier switchen naar een ander profiel. Root task knop, als je daarop klikt, dan gaat hij even laden. Duurt even. Dan zie je dus van alle routes wat jij al hebt gedaan aan collectibles op die route. Ik ben op Tracerworld 4, want ik ben met Tracerworld 4 een nieuw profiel begonnen. Is daar niet echt wat mee? Ja, heb ik niet echt gecollect, zeg maar. Dus ik heb daar niet zoveel in zitten. Nou, je kunt hier kiezen welke routes. Kijk, een overzicht van alle routes die geïnstalleerd staan. En ondertussen, zoals je ziet, zijn het een behoorlijk aantal ondertussen. Treinen. Als je voor trains kiest, dan zie je alle treinen die aanwezig zijn
in de game. Ze zijn niet op volgorde van naam. Ik weet niet welke volgorde ze specifiek staan. Maar zoals je ziet, het zijn er een hele hoop. Nou, Doctor Life, mocht je Doctor Life, kun je hier je Mastery Progress volgen. Hier kun je de rewards enablen, mocht je ze hebben unlocked. Als je fotogrillie hebt, view manage your photos. Maar volgens mij, zoals je ziet, moet je sign in doen. De stores zijn we al langs geweest. En settings, de alom belangrijke settings. General, dus hier kun je notificaties aanzetten. Dat is bijvoorbeeld voor de show over controls, de high quality. Mocht jij een 4K scherm hebben, worden nu echt 4K screenshots gemaakt. Daar ben ik blij mee. De bitstack motion blur, die zet ik meestal gelijk uit. Dan heb je accessibility, subtitles, colorblind mode heb je. Ik heb de default movement naar wolk gezet. Ik ben niet iemand die zo van, oh ja, ik moet van de een naar de andere trein en ik ren standaard en ik doe shift en ik loop. Nee, ik doe het juist andersom. Ik loop en dan als ik moet rennen, dan doe ik shift in. De auto high crosshair. Die heb ik trouwens inderdaad niet uitstaan, dus die doen we die. Lighting effects, ik heb de minimal HUD type, dus daar heb je dus de drie HUD types, zeg maar. Ik kies voor de HUD type die we standaard eigenlijk tegenwoordig gebruiken. Audio, kun je de muziek harder, zachter zetten, master volume, sounds. Voor specifieke controls kun je instellen voor je gamepad of jouw controls. Hier kun je de rail drive instellen voor diverse treinen. Doctor Life zit hier. Mocht je Doctor Life ingelogd zijn. Advanced settings. Daar heb je dus hier heb je dan geavanceerde instellingen als je een preset hebt gekozen. Screen percentage, 100% of meer. Anti-aliasing, FPS. Hier kun je kiezen voor jouw resolutie. Ik heb het in Windows fullscreen. Ik had wel een bug met deze toen die fullscreen was naar Windows fullscreen. Maakte die eerst een klein venstertje waar die 1080 was. Moest ik even herstarten, toen werkte het. Dat was de screen. Play Assist, expert mode. Voor default level expert. Dan kun je dus kiezen wat wil je. Dus wil je beginner, standard of expert. Nou, automatic coupling is off. Automatic manual junction is off. Notifications is off. En expert mode locals is on. Dat is voor 101. Nou, dat is eigenlijk het hele menu. Wat we in ieder geval hebben voor hier. Training center. Ga je even naar kijken. In de training center kun je kiezen, ik wil on foot starten. Dus waar wil je starten? Wil je in de Central Square starten? Of bijvoorbeeld hier in de Metro Noord. De Navigational Hub. Tutorials zijn onderverdeeld in Basics, Train Operation, Creative Tools en Gameplay. En elke kun je dus kijken. Nou, je hebt hier no content yet. Hier, dit zijn mini-video's, zeg maar. Deze zullen waarschijnlijk YouTube video's zijn of video's beschikbaar zodra de early access of full release is. In ieder geval in een andere brandje dan deze. Navigation and Interaction, dan kun je dus een training module kun je volgen. Heads-up display. Training module kun je starten. Audio settings. Deze is bijvoorbeeld hier, zie je. Je hebt geen training module, alleen maar informatie. En als je deze hebt gedaan, heb je hem gelezen. Train operations, wat meer operationele onderdelen. US, UK, German safety systems. Headlights usage. Headlights operation. Main headlights. Bijvoorbeeld switch stand to off, dim or bright. Some have bright auxiliary. En zo zie je inmiddels de ditch lights. En ditch lights en crossings en wat dan ook, zeg maar. Wat extra creative tools.
zijn video's zo te zien. En gameplay op God Mode en Freeroam. Ik laat sowieso straks in de andere onderdelen per route zien. Wat natuurlijk zeg maar je kunt doen zeg maar voor per route. Nou, de training module zelf, want wij hebben zo net de tutorials gekeken. Dit is de training module zelf per trein. Je kunt bijvoorbeeld de 72 stock. Hier zie je de Bakerloo introduction. Dat is al de Bakerloo route. De 72 stock introduction. En zo kun je bijvoorbeeld hier doorgaan. De label nieuw komt omdat natuurlijk dit een installatie is die ik al eens een keer nog niet echt heb gedaan, zeg maar. Bijvoorbeeld, ik wil hier bijvoorbeeld Class 40. Oh, hier Class 40 introduction op de Northern Transpennine route. Of bijvoorbeeld de MBTA introduction in de Boston South Station. Dan to the trains. Dit is eigenlijk de knop die je eigenlijk gebruikt zodra je opstart. To the trains. Kun je hier kiezen. Ik wil quick play. Kun je gelijk beginnen. Volgens mij selecteert hij ook met of zonder tutorials. En dan begin je gewoon, ja, gewoon een route. En dan bijvoorbeeld korte stukken, lange stukken. Kant en klaar. Ik wil graag wat doen. Klik hier. Je krijgt wat randoms. Je kunt ook kiezen uit de rail journeys, route of treinen. Nou, de route is hetzelfde. Je kiest hier de route. Bijvoorbeeld de nieuwe, Red Coast Main Line South. Kun je kiezen, ik wil in de timetable beginnen. Dus hier zie je 690 services, 8 scenario's, 1 training module of een free roam. Ik ga naar de timetable. Oeh, welke wil ik nu? Oh, ik wil de 390. Oké, /0/1/1. Nou, kijk, zoals je ziet, ik kan kiezen wat ik wil, zoals je eigenlijk gewend bent. Dus die, en dan kun je dynamic weather of custom weather, kun je zo instellen wat je wil. Train depot is in principe hetzelfde, maar dan krijg je alleen de keuze uit, ik wil in de timetable beginnen. De scenario's of de training modules, zoals je ziet, ik ben een keer bezig geweest met heel veel training modules doen, maar ik heb ze nog lang niet allemaal. Scenario's 24 van de 540 heb ik gedaan. Of bijna 197 van de 20.000 services. En volgens mij 20.000 services is volgens mij ook een deel dubbel, driedubbel, vierdubbel. Omdat je per trein hebt. Volgens mij doe je dan heel snel, ga je er door. Bijvoorbeeld je doet eentje en je hebt heel veel substitution. Dan heb je in één keer vier in één keer compleet. Hier kun je dus uit de trein kiezen. Bijvoorbeeld 642 op de Maintalbaan. Van de Maintalbaan kun je kiezen. Hé, ik wil hem gebruiken op de baanstrekker Bremen-Oldenburg. Oh, kijk, deze kan ik allemaal doen. Of de Frankfurt-Fulda. Bijvoorbeeld, deze kan ik allemaal doen. Of de Maintalbaan zelf. En dan kun je kiezen uit weer een timetable mode. Want de 218 heeft natuurlijk een nieuwe timetable geïntroduceerd voor deze route. Dus kun je hier de timetable doen. Of deze hier. Zoals je ziet, hier heb ik een 8 completed. Hier heb ik een 0 completed van 133. Hier heb ik er dus 209 in totaal. Dus een aantal zijn hier hetzelfde en een aantal zijn hier verschillend. 22 op de Fulda route. En 41 van die. Dat is altijd een beetje raar. Je hebt altijd het gevoel zo van het aantal klopt niet wat je hebt gedaan. Op de 380 heb ik er hier 395 heb ik er 4 gedaan. Op de Southeastern High Speed. En zoals je ziet, ik heb hier op beide heb ik er 5 completed. Dus laten we zo zeggen, die telling die klopt soms van geen kant. En de rail journeys. Dat is het laatste voor deze eerste gedeelte van de video. Is de rail journeys. De rail journeys is eigenlijk zeg maar een selectie van tutorials, scenario's en timetable mode. Allemaal in een soort, ja, in een soort volgorde die je kunt uitvoeren. Sommigen gebruiken het, sommigen gebruiken het niet.
Uiteindelijk, het telt voor beide, dus mocht jij een scenario in de Rail Journey doen, of los, geldt voor beide. Maar goed, laten we even teruggaan naar het hoofdmenu. Dit was in ieder geval het eerste gedeelte van deze video. Er komen soms nog meerdere onderdelen aan. Daarmee gaan we kijken naar elk onderdeel van de trein en route. Die meekomt met deze game. Dus eigenlijk een kant-en-klare grote introductie is het eigenlijk. En dan zou ik zeggen in ieder geval voor nu. Ik zie jullie zometeen weer terug. Een hele fijne dag alvast. En dan tot zo. Voor mij is dat tot zo, hè. Voor mij duurt het heel even, maar voor jullie is het even een woesh en dan is het klaar. Tot zo. Goedendag allemaal en welkom weer terug bij deel 2 van deze video. Een paar seconden geleden waren we de introductie hebben gedaan en nu gaan wij verder met één van de routes en de extra add-on, want wij gaan naar To The Trains, naar een route. Wij kiezen voor Frankfurt Fulda, de King Zichtalbaan. Explore the rails of a sprawling modern metropolis. En take control of regional commuter and intercity express duties in Tracing World. Lean into the action with the all new DBBR411 ICET tilting heavy metal optimized for smooth and faster travel. An extravaganza of electric traction awaits. Je kunt hier kiezen uit timetable, scenario's en training modules. Wij gaan zo even naar training modules kijken. En dan vervolgens gaan we naar de scenario's en timetable. Maar voordat ik de training module hier ga doen, de introductie, gaan we eerst even een overzicht van alle scenario's bekijken. In deze komen dus de treinen mee, inclusief de Vectron. Dit is inclusief de Deluxe Edition, dus een aantal van deze die komen alleen maar mee met de standaard Vectron of de 114. Dus de eerste, even kijken, de eerste vier zijn extra voor de Deluxe Edition. Beginnen we dus onderaan. Cheesed to meet you, finish off this delivery of the handkeuze before heading back to Honau in a passenger train. Dus daar gaan we dus een combinatie van een Vectron en een stuurstand. Ice into the night, finish up one of the last services of the evening before parking your train into Frankfurt. Mind the gap, drive this service to Fulda, helping a stranded ICE train on the way. Frankfurt Ferry is run a special shuttle service between Frankfurt Hauptbahnhof and Offenbach Hauptbahnhof for the food festival. Pull. A local has failed and its formation needs pulling into service. Take a local from the sidings and finish the service. Test train, drive this test service ahead of the Vectron being brought into passenger services. Dan ga je dus mocht je dan de Deluxe Edition hebben voor deze trein, dus dat is zeg maar de Flex Train Deluxe Edition, krijg je ook nog check a train, check over this formation before delivering it for service. Right place, right time. A DB Vectron has been found with a fault up ahead and needs your help. Delays expected. Poor weather early in the day has caused service to the bunch up. Drive this flex train service and get ready to join the queue. And Hanau Heart Rate Raiser. Issues note of Hanau means trains are being diverted back. Run around your formation before heading back to Frankfurt. Okay. Dat zijn alle scenario's. Maar altijd op binnen van een manier. Kun je niet terug naar dit venster. Je gaat altijd terug naar één venster terug. Timetable. Waar kun je uit kiezen? Een hele hoop, inclusief alle layers. Ik ga niet elke, niet alles door. Want een aantal zul je merken dat ze dubbel zijn. Nou, natuurlijk is nieuw de 411. Zoals je ziet,
een heleboel keuzes uit, bijvoorbeeld hier ICE, MT, Stok, Wiesbaden naar Dresden, Berlin-Ost naar Frankfurt, Flughaven, Venbahnhof. En hier is dan weer de laatste dienst. De 642 van Maitobaan. Heb je dus een aantal keuzes op diverse stukken waar je kunt rijden. De 423 zit voornamelijk tussen Offenbach en Hanau. De 425, eentje. De 403, ook eentje van Köln naar München. De 401, die heb je wat meer. Zo te zien deelt deze de services met de ICET. Dan de Capcar kun je kiezen uit. Zoals je ziet komt deze mee in heel veel versies. En zoals je ziet, hier heb je de contactor mode. Dat zijn deze kaartjes. Nou, de 103, 114 en nog even de Vectron. De Vectron services kun je dus kiezen uit de Vectron, Flextrain, DB of de Navverkeer Dresden. Zoals je ziet hier, manifest, dit is goederentreinen voornamelijk. En dit is Flextrain. 6 services voor de route. Nou, wat we ook nu even gaan doen, is we hebben overzicht van de timetable en de scenario's. Dan gaan wij de training module gaan wij doen. En dan gaan wij de route introductie. Take a brief ride along the Frankfurt Fulda line. And learn what is available to be discovered. Let's go, load in the game. Ik zal even niks zeggen tijdens deze introductie, dus ik kom zo meteen terug bij jullie. Welcome to Frankfurt Main Hauptbahnhof, located in the German state of Hesse. The station opened on the 18th of August 1888, and in the years since has been named the most important transport hub in Germany by Deutsche Bahn. Looks like there is a route map missing. Let's place this missing one while you wait. There are more route tasks to discover. Make sure to apply missing route maps, fix bimble pitchers, restock first aid points, and eat frankfurters. Take a seat. The train is just about to leave. Frankfurt Main Hauptbahnhof took 5 years to build, and for 27 years was the biggest rail station in Europe. In 1956, the station became fully electrified. A year later, it welcomed the biggest track diagram signal box, featuring 15,000 relays controlled by 16 operators. This remained in use until 2005. Over its 48-year lifespan, the track diagram signal box controlled over 20 million trains and over 90 million shunting maneuvers.
along platform 6 and 9 were expanded into unused baggage platforms to facilitate the longer ICE trains. When Germany hosted the World Cup in 2006, station signage was updated to improve navigation. Welcome to Frankfurt. Explore the rails of a sprawling modern metropolis and take control of regional, commuter, and intercity express duties in Train Sim World. Lean into the action with the all-new DBBR411 ICET. An extravaganza of electric traction awaits. Nou, ik zou zeggen, hartstikke welkom inderdaad in de route van Frankfurt-Fulda. Dan gaan we even weer terug naar de main menu. We hebben dus een deel gezien met Frankfurt Hauptbahnhof, de ICET. Zoals je ziet, niet veel bijzonders naast de gewone. Wat ik nog wel even wil doen, is heel even natuurlijk met de Flixtrain even laten zien dat wij in ieder geval de Flixtrain in ieder geval ook hebben. Vectron. Ja, je moet even goed zoeken op de 193. En dan krijg je dus inderdaad op een of andere manier twee keer de Navikeer Dresden variant. Frankfurt Fulda en een Frankfurt Fulda Vectron Flixtrain. Dan doen we deze route. En dan pakken wij gewoon de Berlin Hauptbahnhof naar Stuttgart. En dan gaan we dus van Fulda naar Frankfurt Main South. Doen we eigenlijk, ja, 10 stemmen is eigenlijk ook goed. Klein beetje light clouds. Zodat we in ieder geval wat kunnen rondkijken. Loading. Dit is een nieuwe laadscherm. Op zich vind ik hem zeer mooi. Ik ben benieuwd of inderdaad de screenshot competition nog terugkomt. Of hierin, of dat zij deze houden. Ik zou die erg vinden eigenlijk op deze te houden. Nou, zoals je ziet, welkom in de Vectron. Zoals je gewend bent. Ik heb toen mijn raam open op een of andere manier. En zoals je ziet, hij is in één keer heel erg groen. Oeh, trouwens, dat kan ik ook wel laten zien. Dit is hem. De Flixtrain. En ik zit ook in een Flixtrain jasje. Ik vind een polo. Het is gewoon de Vectron die je kent, alleen dan in Flixtrain kleuren. Felgroen. Nou, deurtjes kunnen open. De BMM DZ 268.4F. Hier heb je natuurlijk ook de controls voor lampjes aan en uit. Flixtrain, zo te zien, zoals je kunt zien. Het is een, ja, laten we zo zeggen, het is een rechte stoel. Het is volgens mij refurbished, dus, en dit is ook wel leuk zo, deze golvende dak. Is automatisch dicht. Deurtjes kunnen ook open hier.
Nou, deze hebben een te dikke jas aan. Volgens mij hebben we meer van dezelfde. Ik weet niet of ze überhaupt een andere wagon hebben. Volgens mij niet echt zo te zien. Het is natuurlijk ook een operator die natuurlijk ook op een budget operated is. Dus. Nou. Hier wel uit. Nou, zoals je ziet, het is een flextrain. Dus die kun je ook gebruiken in de route, mocht je dat willen. Kunnen we gelijk nog eens even kijken, waar kunnen we hierheen? Kijk, nu doe ik even de ren. Oh, we kunnen daar niet heen. We hier nog heen. Niet veel. Of we kunnen wel hier naar beneden. Oeh, wat kleurrijk. Dat is wel heel erg kleurrijk hoor. Nou, hier is bijna niemand. Nou. Ik hoop dat je ook dit onderdeel van de route, van eigenlijk de introductie, eigenlijk heel erg interessant vonden. Zometeen gaan wij door naar het volgende land en dat zal zijn Engeland. En als laatste kijken we nog even naar Amerika, naar de San Bernardino route. Dus in ieder geval voor nu gaan we weer terug naar het hoofdmenu. En dan zou ik zeggen in ieder geval voor nu, ik zie jullie zo wel weer terug. Goedendag allemaal en welkom weer bij deel 3 van deze video. Deel 3 van deze video die gaan wij de focus leggen op de Engelse route met de Class 390 die jullie hier zien in Tour de Trains. Laten we daar in ieder geval maar mee we gaan beginnen. Gaan we eerst kijken naar de route zelf. En dat is even kijken, de West Coast Mainline staat helemaal onderaan. Zo want West Coast Mainline South London Houston to Milton Keynes. Commuter action abounds along the bustling four-track West Coast Mainline in Transit World. Dash through the complex layout of London Houston aboard a hard-working Class 350 and embark across the northwest corner of the capital to Milton Keynes with expresses and stoppers alike. In totaal, dus mocht je dus alle layers hebben, dat is dus extra layers vanuit de Bakerloo, de Suffragette Line en zo. Heb jij één Introduction Training Module. Ja, ik vind eigenlijk dit menu nog steeds een beetje overbodig, omdat, ja, het is... Maar goed, hier zit die introductie. Daar gaan we zo naar kijken. We hebben 8 scenario's. Gaan we even naar kijken, want we beginnen hierbovenaan met dus inderdaad 3 stuks voor de Class 390. En de rest is allemaal wat met de route meekomt. Carriage collector, 20 minuutjes. Busy commuter trains are needed for this morning. For this morning's London services to help speed things along. You have been asked to assemble trains at both the Wembley Care Train Care Depot and Wilston Trains Maintenance Depot and get them ready for the drivers. Heavy traffic, a commuter service to St. Albans Abbey is in need of a Class 350 and you're just the driver for the job. Deliver an empty coaching stock to the iconic Watford Junction station and watch out for the late night services on the busy mainline. Back in service,
This last 35th unit has just been through maintenance and is ready to rejoin the fleet for active passenger service once again. Couple up to another class 350 set and operate a part of passenger service to Milton Keynes in a full 12-car set. Football Frenzy. A highly anticipated football match has just wrapped up in Wembley Stadium and London is finally coming down from the excitement. Passionate fans are gathered to take the trains home, but there aren't enough trains for all the fans. Assemble a service in the depot, then hurry to Wembley Central and get everyone home. Service Saviour. A high priority midday service into London has suddenly found itself without a driver, and you're the only driver qualified to operate this class 350 available. Okay, heel bijzonder dat het altijd op ons aankomt, hè? To prevent travel disruption, you have been asked to leave your current service at Milton Keynes for another driver. Once you have arrived, finish the high priority passenger service to London Euston yourself. Nou, dan mocht je de Pendolino hebben, dus die in de Deluxe Edition komt, of je komt hem los. Maar goed, dan moet je toch de route kopen, dan kun je beter de Deluxe Edition kopen. Pendolino. Private class 390 from Wembley Sidings to London Euston, where you will change ends. Disable the tilting mechanism and drive to Milton Keynes Central at non-EPS speeds. Oftewel, enhanced protected speeds of zo, weet ik veel. Je ziet wel eens een keer borden staan op deze route met een hogere snelheid. Dat zijn voor deze tilting trains, zeg maar dus. Watford Bypass. Drive a class 390 Pendolino on the fast lines to Watford. Watford. Switch to the slow lines at Watford and follow busy traffic into Euston and refurbishing refurb. Set up and drive the newly refurbished class 390 from the sidings at Wembley to London Euston and up the West Coast Main Line. Nou, dat is in ieder geval wat in ieder geval meekomt qua scenario's in al onze Engelse routes. En wat komt mee in de service timetable? 690 services in totaal. Je krijgt een 1972 Mark II Tube Stock London Underground. Deze gaat dus allemaal van eigenlijk het bovenste gedeelte, zeg maar van Harrow en Wealdstone naar Queen's Park. Er zit één service bij, de begin je underground in Kilburn, maar dat loopt niet. Het is een beetje donker. Maar zoals je ziet, een heleboel services waarvoor je uit kunt kiezen. Dan heb je de Class 350, dit is trouwens een lay van de Bakerloo. Hè? Class 350-1, die komt mee met de route. En zoals je ziet, hier kun je dus kaartjes op controleren. En dan heb je dus inderdaad een heleboel services inderdaad over de hele route. Van Tring, Milton Keynes naar Euston, London Euston naar Tring, Birmingham New Street en zo. Dus, en hier zie ik een kerstsiding, dus een losse service. En voor de rest eigenlijk allemaal een heleboel services. De 377-2 Southern. Clapham Junction naar Watford Junction. Heel veel dus van Wembley Central to Watford, Watford to Wembley en ga zo maar door. Dus dit zijn allemaal dezelfde stukjes, alleen dan een stuk korter. Dan de Class 390, de Deluxe Edition, extra add-on in een -0 of -1. En dan kun je dus inderdaad kiezen voor 5S44 of 5S37. Dus hier heb je verschillende lijsten van hoeveel van treinen, zeg maar. Maar hier gaat eigenlijk de hele route over. Mocht jij de London Suffolk Line hebben, oftewel de Goblin Line, zoals je hier ook ziet, de Class 710. En dan heb je dus je eigen letterlijk 1 minuut voor deze service. En 23 minuutjes, dat is meestal van Wilsden naar Watford dus. En ga ze maar door. Dit is London Euston naar Watford Junction. Dus die heb je ook nog. Dus, en dan de Class 66 EWS. Dan kun je kiezen uit de EWS livery van de Cargo Line Aggregate, Petroleum of de Visa vanuit Peterborough naar Doncaster.
De East Coast Way, de Southeastern High Speed, de Railhead Treatment Trains, de EWS en de rode DB Livery. Pakken we die bijvoorbeeld en dan kun je kiezen. Moet je eens kijken, je hebt een flink aantal services. En dan weet ik niet of de Railhead Treatment Train zo te zien. Zo te zien dezelfde. Nou, dat is wat in ieder geval meekomt met de West Coast Mainline South route. Laten wij nu even de routeintroductie doen en dan gaan we daarna op naar Amerika. Let's go! Welcome to London Euston, located on the West Coast Main Line in the UK. The West Coast Main Line is one of the busiest mixed traffic routes in Europe and one of the most important railway lines in the UK. Looks like there's a route map missing. Fix that while you're here. There are more tasks to find. Be sure to apply the route maps, restock defibrillators, help delivery robots, and find football scarves. Follow the markers to board the train before departure. Take a seat. The train is just about to leave. Je hoorde mij zo net niet de hele tijd, hè? Want ik kijk hier naar Don't Run. En dan vervolgens naar de reclamebord. Don't Run! En ga zo maar door. Gaan we nog? Wij gaan! The main West Coast Main Line, which started construction in 1837, stretches 399 miles from London to Glasgow. Including the additional lines that veer off to other major cities, the route mileage comes to a total of around 700 miles. Initially, the line was not intended to be a single route, but was put together through a series of local lines that first created the Northwestern Railway in 1846, and finally merged together with the Caledonian Railway in 1923. The line's own
ownership has changed frequently over the years, most notably owned by London, Midland and Scottish Railway thanks to the Railways Act of 1921 that joined many railway companies together. In the 1950s, the railway was upgraded to have electrification and newer intercity services with speeds of up to 110 miles per hour, with most of the line having a top speed of 125 miles per hour. This train is a Class 350/1 electric multiple unit, manufactured between 2004 and 2014, and is part of the Desiro family. Commuter action abounds along the bustling four-track West Coast Main Line in Trainsim World. Dash through the complex layout of London Euston aboard the hard-working Class 350 and embark across the northwest corner of the capital to Milton Keynes with expresses and stoppers alike. Nou, dat was de route-introductie voor deze route. Eigenlijk, zoals je ziet, gaan wij steeds harder. En toen stopt het. Ik ben nog steeds dat hier onder rechts onder continue staat. Let's go to the main menu. En laten we eens even gaan kijken naar de Class 390. Mocht jij de Deluxe Edition hebben aangeschaft, krijg je de 390 er ook bij natuurlijk. Pakken we de Desiro, pakken we maar gewoon even. En dan hebben we de Wembley Intercity Depot naar London Euston. Of even custom weather. Ik hoop dat het een beetje licht is, want ik heb wel een vroegere. Om 6:15 al gekozen. Dat valt mee. Nou, welkom in de Class 390. Rolak, use me! Wat meer om op te slaan. Kijk er zoveel even buiten. Dus hier komen ook passagiers binnen dit gedeelte. Nou, hier heb je dus, zo te zien, first class. Met de unieke pendelverlichting die je altijd bij dit soort dingen ziet. Tweede klas, denk ik. Of het is een B-coach, dat kan ook. Ik denk dat het een B-coach is, want als we hier naartoe gaan is dit waarschijnlijk C. Yep. Hier heb je een lege bar. Hier kun je dus normaal gesproken wat kopen, zeg maar. Maar helaas is dat helemaal dicht nu. Wat een lange trein, zeg. Oeh, dit is standaard premium. Oh, je hebt met een luidruchtige koelkast er blijkbaar. En een
ventilatiepijp. En dit is first class. Nog meer first class zo te zien. En een deurtje naar de keuken. Dus hier is nog een extra keuken, zeg maar. Nou, ik moet zeggen, behoorlijk groot. Dit is voor alleen personeel zo te zien. De emergency trap. De andere kant van de trein. Nou, laten we maar eens even gaan kijken wat de buitenkant ondertussen is. Luikje weer dicht. Oh ja, natuurlijk niet op het spoor tussen het spoor lopen. Maar hier is het, hier voelt mij een beetje krap, dus ik ga weer hier wandelen. Nou, zoals je ziet, wij zijn de hele trein doorgegaan. Wij zaten nergens naast al deze 17. Van die West Coast. Dus even zien met een compressor die aan is. Bike storage. Nou, en dan in principe kunnen we hier gaan zitten. Nou, ik moet zeggen, de staat behoorlijk vol hier. Maar goed, laten wij eens even gaan kijken naar ons volgende stuk. En dat zal het laatste stukje zijn van deze, ja, first look eigenlijk een beetje. Wil ik het eigenlijk toch een beetje gaan noemen. First look van Trains World 5. We gaan niet in-depth, in ieder geval in elke trein. Kan best zijn dat sommige stukjes voor straks wat overeenkomen. Maar goed, ik zie jullie zo meteen weer terug bij het volgende gedeelte. Hallo allemaal en welkom weer terug. Ik zou zeggen, het lijkt alsof het allemaal een beetje... Ja, het gaat een beetje automatisme, hè. Welkom terug of hallo, goeiedag. Welkom bij deze nieuwe video. Ja. Welkom. Wij gaan de laatste route bekijken. Dat is de San Bernardino route. Dan gaan we dus naar Choose a Route. En dan hebben we volgens mij, is dat onder de S staat hier. San Bernardino Line. Los Angeles naar San Bernardino. The might of Metrolink takes a turn out of sprawling Los Angeles for an east-west express in Trains World 5. Dash between highways and city blocks in bullet-esque fashion, soaking in the sun and soaring to the industry-laden outskirts of the San Gabriel Mountains along the San Bernardino line. Pak op mee een training module, scenario's en een timetable. Scenario's, 5 stuks. Graduation day is graduation day. Operate the service to the university to collect and drop off students. Rescue at the ranch. A service has developed a fault near Rancho Cucamonga.
en is now stranded. Rare naam, maar goed. Head up the line and bring the train back into the depot for repair. Eye of the storm, rise and shine is the start of a new day. However, last night's storm have caused some damage to nearby infrastructure. Keep an eye out whilst completing your journey. Depot days, prepare a train in the depot before bringing it into service and raceway. Run a late running metro link race day service from San Bernardino to the speedway before the speedway shuttle bus leaves. En inderdaad, zeg maar, de timetable, twee timetables, een standaard timetable voor de San Bernardino en de weekend, zeg maar. De weekend heeft iets minder services, niet zo heel veel verschil. In San Bernardino kun je kiezen, mocht je dus de Cajon Pass hebben, kun je ook kiezen voor de BNSF ES44C4. Heb je dus een aantal services. Local freight, dus ook een beetje freight, zeg maar, heb je dus over de lijn. De ST40-2 van Cajon Pass. Ook weer wat vracht. Dan de ST70-ACE. Ook weer vracht, iets minder. Light engine, zo te zien. Dus het is voornamelijk in de depot. Dan heb je ook de F-125 Metrolink, een van de nieuwste diesellocomotieven dus, in Amerika. In, van de Antelope Valley Line of de San Bernardino Line, in principe zijn dit eigenlijk dezelfde treinen. Dus, maar zoals je ziet, hier kun je dus ook kiezen voor non-revenue service, oftewel van de depot naar downtown, van IMF naar downtown. Dan heb je revenue services, daar heb je dus waar je ook kaartjes kunt controleren. Zoals je ziet heb je een behoorlijk aantal services. De MP36. Deze kennen wij natuurlijk als de Baby Bullet van Caltrain. Is een aangepast model natuurlijk. Er zit wat verschil in. Maar het is dus wel een basismodel, maar aangepast model, zo te zien. In ieder geval ga ik vanuit. Zoals je ziet ook weer een heleboel keuzes. En de Rotem Bi-Level Cab Car. Op een of andere manier is, ja, deze heel erg donker, maar dit is zilver. Komt helemaal niet overeen als je ze naast elkaar ziet. Dus ik weet niet wat het is. Er is iets met aluminium zilverkleurig in deze game. Ook weer een aantal hier een non-revenue services, maar de meeste zijn revenue services zoals je ziet, behalve aan het einde van de dag. Nou, laten wij nog even de introductie in ieder geval even kijken. Hier zijn geen extra treinen, dus laten wij de route-introductie nog even kijken. Let's go! Welcome to San Bernardino Station, located in Southern California. First opened in 1918, the current San Bernardino Depot serves as both a passenger terminus and an entryway to the nearby freight yards and maintenance facilities. Passenger services at this station are operated by both Metrolink and Amtrak trains. There's a missing route map over there. Fix that while you're here. Nou, voordat we dat gaan doen. Dit zijn dus de Metrolink Liner cars. Dit zijn de Bombardier. En dat zijn de Rotem cars. Zoals je ziet, locomotief Rotem. En dan heb je hier diverse Bombardiers. En dan nog, zo te zien, Rotem en de Rotem Cab Car. Dat is de 36.
En welkom in San Bernardino. Zoals gezegd is. Wat je daar ziet. There are more tasks to complete. Don't forget to apply the route maps, replant the utility warning stakes, repair the electrical cabinets, and clean the trespassing signs. Nou, ik ben benieuwd. Follow the markers to board your train before departure. Ik ben serieus benieuwd of we inderdaad nog meer van deze hebben. De Orange County Line, de Riverside Line en alles. Ik hoop eigenlijk wel, eigenlijk stiekem toch wel van... Ja. Sit down in any available seat in the indicated car. The original station building was constructed in 1886 by the Atchison, Topeka, and Santa Fe Railway to replace a converted boxcar that had been used as a temporary station. However, in November 1916, the building was almost completely destroyed after a fire enveloped the station, but plans were soon put in place to rebuild. Opened in July 1918, the new station cost an estimated $800,000 to build. Approximately $16 million adjusted for inflation. At the time, it was the largest railway station west of the Mississippi River and was constructed in the Mission Revival style with Moorish and Spanish colonial revival features. The station saw heavy use during the 20th century. However, there was a gradual decline in usage around this period due to the increase in road vehicles and air travel. In 1992, the San Bernardino Associated Governments purchased the depot and started an extensive restoration plan, which began in 2002. In 2008, both the depot and station were reopened, with services being provided by both Metrolink and Amtrak. Between March and April 2017, further developments were carried out, with new elevators, platforms, tracks, and overpass being constructed as part of the Downtown San Bernardino Passenger Rail Project. This train is powered by a Metrolink MP36PH-3C locomotive, first introduced in 2003 to operate passenger services in the San Francisco Bay Area, however, was soon adopted by other railroad operators. Take on the challenge of operating demanding passenger services in the heart of Southern California. Head to the tracks in a bustling urban environment whilst managing a busy schedule. This is Train Sim World, San Bernardino Line, Los Angeles to San Bernardino. En op laatste moment werd ik naar beneden gegooid. In ieder geval welkom. Train Sim World 5. Ik hoop dat jullie het in ieder geval naar plezier zullen hebben in Train Sim World 5. Dus heel even kort, een nieuwe versie van Train Sim World dit jaar uitgekomen. Of eigenlijk, ja eigenlijk nu zo wat eigenlijk. Want het is al bijna weer het einde van die 2 uur verschil op de PC. Ja, wat je in ieder geval verder kunt doen is ik duik nog wel even wat dieper in elke DLC, zeg maar, die uit is gekomen. Dan gaan wij een volledige rit doen. Dan gaan we even in diep kijken naar de trein en naar wat verder meekomt. Dus dit was eigenlijk meer bedoeld als een klein overzicht, alles wat meekomt. Het meest belangrijke is al jouw eerdere DLC, van welke versie dan ook. Ook al heb je alleen maar Train Sim World 2020, je claimt Train Sim World 5, krijg jij de routes van Train Sim World 2020 in 5. Exclusief de Northeast Corridor route. Volgens mij de GP40-2. En de, in ieder geval de CSX-local die daar als DLC meekomt op die route. En de Amtrak SW1000R switcher.
Omdat, ja, dus blijkbaar was die niet heel erg populair. Met 4 services in totaal, in principe eigenlijk met een switchje die elk 2 uur duurde of zo. 5 mijl per uur. Je moet hem eigenlijk voor de fun eens een keer doen. Nou, ik hoop dat jullie in ieder geval veel plezier hebben gehad met het kijken van deze stukken. En dan zou ik in ieder geval zeggen, in ieder geval bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende video. En zoals aangegeven, er komt in ieder geval meer content over Trains of World 5 op dit kanaal. Mocht je nog niet gesubscribed zijn, klik even op de abonneerknop. Dat helpt mij. En natuurlijk, mocht je ook de video leuk vinden, klik even op de like button. En dan zie ik u graag in ieder geval de volgende keer weer terug. Mocht je mij op Twitch live willen zien, twitch.tv/RobJansen, zoals mijn YouTube-kanaal /RobJansen is het ook op Twitch. En in principe ben ik bijna eigenlijk elke zondag online, exclusief wat tijden. Hou even daar in de gaten. Zodra mijn streamschema is bijgewerkt op robjansen.info/schema of de website robjansen.info, klik even op de link schema bovenin. Dan zie je het schema voor de volgende keer, wanneer de volgende geplande stream is. Ik wens je in ieder geval voor nu een hele fijne dag en graag tot ziens. Tot de volgende. Dag.